Welkom in de box, in de buitenbox. Vandaag op het programma gaan we werken aan de barbell cycle. Ja, dan hoef je niet even de barbell te zijn. Je kan ook cyclen met een dumbbell of met een kettlebell. Het gaat in ieder geval dat je elke minuut alle reps in 1 minuut doet. Dan heb je weer korte rust. Dan doen we 8 rondjes, 8 minuten iemon. Dan doe je 2 minuten rust. Dan doe je weer 8 minuutjes met andere beweging. Ja, een klein beetje variatie. Eerste stukje is voornamelijk techniek en onderlichaam. Tweede deel is iets meer voor de armen, een klein beetje pompen en nog steeds voor het hele lichaam. Zometeen gaan we dat even laten zien. Voor de warm-up hou het simpel. We doen 6 minuutjes. Ja, in die 6 minuutjes gaan we rustig bewegen. Je gaat in die 6 minuten ga je beginnen met 10 air squats. Ja, je zet de squat helemaal naar beneden, helemaal omhoog, rustig tempo. Ja? Daarna doen we single leg jumps. Voor de single leg jumps gaan wij springen. Je kan beginnen op 1 been of op 2 benen. En dan spring je vervolgens een klein beetje opzij. Pauzeer je weer. Oké, dus je gaat springen. Als je landt, weet je dat je knie krom is. Heup naar achter, arm naar achter. Je balanceert en je komt weer omhoog. Oké, je hoeft niet helemaal schaatsprongen te maken. Maar ik wil dus dat je erop let dat je landt. En eindelijk dan kan je dus ook beginnen met om en om. Ja, het gaat om je hoogte maken en balanceert heel goed om je heupen goed op te barren. Tot slot gaan we de world greater stretch doen, links en rechts. Je gaat in de lunchpositie staan, je hand zet je neer, je doet je knieën naar voren, heup naar de grond, je gaat je elleboog naar beneden en je gaat omhoog draaien. Oké, dus ga je rustig 4 keer links, 4 keer rechts doen. En dat doen we dus 6 minuten lang. Dus als je klaar bent met je stretches, doe je weer rustig 10 air squats. Ga je weer springen, 5 links, 5 rechts op 1 been, etc. Oké, dan. Vooral als je met de bar aan de slag gaat, als je een bar hebt, of je komt naar de gym hier, naar buiten training, dan kan je de bar gebruiken. Dan ga je eerst even oefenen. Oké? We hebben zo meteen de squat clean en de split jerk. Oké? Squat clean, split jerk zit als volgt uit van het hier. Helemaal squatten en vervolgens split jerk. Oké? Als je het weet, wil ik dus dat je daar wat oefeningen voor doet. Je kan bijvoorbeeld eerst wat high pulls doen, wat muscle cleans, wat hang pulls, wat hang power en vervolgens hang squat en tot slot ook vanaf de grond wat pulls doen. Doe het gewoon een beetje op je eigen tempo, maar je kan met deze verschillende bewegingen gebruiken. Dan doe je gewoon 3 tot 5 reps per beweging. Oké, dan zou ik ook even voor de split jerk. Doe je eventjes wat split presses, bijvoorbeeld om je positie te voelen. En je kan vanaf hier kan je wat drops doen. Dat zijn ook 2 goede oefeningen voor je split jerk. Oké, dan ga je dus in die eerste 8 minuten ga je 5 squat cleans doen en 5 split jerks. Oké, dus heb je in principe je bar liggen, 2 tegels. En dan begin je als de tijd begint, minuut 1, ga je staan, squat clean en je tikt elke keer aan. Ja, 5 keer, daarna dus 5 keer. Split jerk. Oké, dan word je best wel moe van als je alleen de bar gebruikt, je kan ook het gewicht toevoegen. En dan ga je dat dus elke minuut 5 om 5 doen. Voor 8 rondjes. En dan heb je 2 minuten rust. En doen we 8 rondjes van de reverse curls. Dus gaan we even werken aan de biceps. Dus dan gaan we dit doen. Ja, dus je houdt je ellebogen langs je lichaam. Je reverse curl met je handpalm dus naar beneden. Oké, vervolgens ga je strik pressen. 5 keer. En na die 5 keer ga je ook nog 5 thrusters doen. Ook allemaal al die 15 herhalingen. Doe je in de minuut, leg je weer neer, heb je weer pauze tot het einde van de minuut en doe je het weer. Alright, dus dat doe je ook 8 minuutjes, elke minuut dezelfde hoeveelheid reps. Kan je dit dus met een bar doen, je kan het met een dumbbell doen, kan dat prima. Kan je het met 1 dumbbell, dan moet je even kijken of je dan vervolgens 3 om 3 doet in plaats van 5, dan kom je wat beter uit. Maar zo kan je met elk object kan je deze workout helemaal doen. Ja, hopelijk tot morgen. Of tot vanavond, morgen ligt aan bij het kijken. En anders tot snel.